36 prijzen won hij al. Tattooartiest Ivan Gordienko. Hij woont tegenwoordig in Arnhem omdat hij gevlucht is uit Oekraïne. In de tatoeagesalon in Elst staat hij mensen uit het hele land te tatoeëren die speciaal voor zijn kunsten naar de zaak komen. Ik ben bezig met een tattoo. Die wordt gezet door Ivan. En ik zit nu in mijn vijfde sessie. We hebben er nog een paar te gaan. There are gonna be this object of the phoenix. I'm gonna put a lot of accent and highlights on the face and on the nails, on some ending on the of wings and feathers. And that's why it's gonna make the picture very detailed and high contrast. Dat is waar hij zo bekend om staat. Tatoeages in kleuren. De moeilijkheid zit hem in de kleur van de huid. Dat vraagt iedere keer weer een andere benadering. What make it hard? Her behavior. She cannot sit still more than 4 hours and do we need to split sessions. I don't know, like 15 or something like that session was. Normally I made such sleeve for 6-7 sessions. En daar won hij dus al bijna 40 prijzen mee. Hij stond tegenover tattooartiesten van over de hele wereld. Er zijn speciaal mensen die voor hem komen zelfs, hè? Ja, echt vanuit het hele land, soms zelfs vanuit andere landen. Especially when you participate somewhere on convention, you have very short limit, time limit, and you need to build picture, not too much traumatize it. Finish all this, finish all your project, how you was planning to do. Het kost een paar duizend euro voor zo'n tatoeage op je rug. Maar dan heb je ook wat. Kijk, ik kom speciaal voor het fotorealistisch gebeuren en ik denk dat ik met Ivan de beste heb.